today's animal world. Our co-inhabitants will be presented in Dutch with subtitles in Arabic, Wolaxese or Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. The images in the following program are highly sensitive and may be as disturbing to viewers as they were to us. However, we have to show the truth about cruelty to animals, praying that you will help to stop it. Ja, triest. Ja, hoe kunnen we dat? Hoe kunnen we die pijn en die leed van de dieren, hoe kunnen we dat voorkomen? Nou ja, het beste is om gewoon geen vlees te eten of als men dan vlees eet. Dit is de Stop Dierenvreedheid-serie op Supremacy Television. Nederland heeft een bevolking van rond de 16 miljoen. Maar het aantal varkens overschrijdt het aantal mensen met ongeveer 20 miljoen varkens in de natie. Nederland is nummer 1 exporteur van varkens in Europa, waarbij er 8 miljoen per jaar naar Duitsland, Spanje, Italië en Rusland gaan. Deze week ontmoeten we meester Hans Bij, een advocaat en directeur van de Nederlandse dierenwelzijnsgroep Varkens in Nood en de dierenrechtengroep Dieren en Rechten. Varkens in Nood houdt zich bezig met varkens in Nederland. En dierenrecht houdt zich bezig met de juridische aspecten van dierenwelzijn. Waarom heb je besloten om voor Varkens in Nood te gaan werken? Nou, het is eigenlijk een beetje bij toeval gekomen. Op een gegeven moment was de schrijver Voskuil. Die was in actie gekomen tijdens de varkenspest. Die had toen was een campagne begonnen samen met zijn vrouw. En daar heb ik me toen bij aangesloten. En ja, door hem door de schrijver Voskuil, J.J. Voskuil, ben ik eigenlijk in de varkens gerold. Waarom hebben jullie gekozen voor Varkens in Nood en niet voor een totale plaat voor alle dieren? Nou, het is eigenlijk gekomen omdat Voskuil, de schrijver Voskuil, die begon die actie in 1997. Want hij kende de situatie, hij kwam veel bij boeren en op boerderijen. Hij zag het veranderen. In de 50 en 60 jaar was het nog enigszins idyllisch. En toen werd het 70 jaar, werd het echt de industrie. En toen had hij zich voorgenomen dat hij iets voor de varkens wilde doen. En ik heb mij toen bij zijn campagne aangesloten, wat hij deed met zijn vrouw. En zo is het eigenlijk gekomen dat we specifiek varkens doen. Dus het is niet een bewuste keuze dat we nou varkens wel leuk vinden en kippen niet. Nee, we vinden alle dieren prima. Het is eigenlijk door toeval gekomen dat we vooral bezig zijn met varkens. Varkens zijn een van de meest intelligente dieren op aarde. Eigenlijk, volgens wetenschappelijke studies, overstijgt hun intelligentie dat van een kindje van 3 jaar. Ze zijn ook heel gevoelig en zorgzame wezens. Zoals gezien het feit dat moedervarkens zingen voor hun kleintjes terwijl ze hen voeden. Ja, je merkt aan alles, aan het sociale gedrag, aan het onderzoeksgedrag. Ze zijn heel nieuwsgierig, dat ze heel intelligent zijn. Een biologische boer vertelde mij, die had dan een weiland met varkens erin. En dan werd hij gebeld door de mensen uit het dorp. En ze werden gezegd, ja, je varkens lopen weer in het dorp. En dan keek hij en dan haalde hij de eerste varkens terug. En dan ging hij de afrastering bekijken en zei, ja, onbegrijpelijk hoe ze konden ontsnappen. En elke keer gebeurde het weer. En wat bleek, dat die varkens die haalden het paaltje uit de grond met het elektrische draad eraan. Hè, dus met het schikdraad. En dan draaiden ze zich zo onderdoor naar buiten. En dan zetten ze het paaltje weer terug. En zo ontsnapten ze telkens. En vandaar dat die boer er ook niet achter kwam hoe dat gebeurde. Omdat ze dus hun ontsnapping, de manier waarop ze dat deden, konden ze goed maskeren. Nou, daar kun je aan zien dat zo'n beest behoorlijk slim is en zich ook kan verplaatsen in mensen bijvoorbeeld. En er is ook wetenschappelijk onderzoek nu recent door professor Broom in Oxford, waaruit blijkt dat varkens ook zelfbesef hebben. Dus die is met een spiegeltest. Dus ze weten dat ze kijken naar een spiegel. Ze weten dat zij het zelf zijn. Dus ze kunnen via die spiegel kunnen ze hun gedrag bepalen.
Nou, daar kun je dus aan zien, dus hebben ze zelfbewustzijn. We kunnen allemaal de liefde tussen een moeder en kind begrijpen. En met varkens is de band tussen zeug en big niet anders. Maar fabrieksboerderijen hebben de bedoeling om varkens zo snel mogelijk te fokken en te doden om maximaal profijt te halen. En dus het feit negeren dat biggen een tijdje bij hun moeder moeten blijven om er maar op te groeien. Wat betreft de grootste, dat zijn de vleesvarkens, die groeien dus op om geslacht te worden. Die varkens die worden in hele grote groepen geboren. Dat is eigenlijk al slecht, omdat een normaal varken heeft maar 5 of 6 biggen. En hier gaat het meestal om 10, 12, 14 wel. Die biggen worden al heel vroeg weggehaald bij de zeug, al na 3 weken. En dan zijn ze er nog totaal niet aan toe. Dat betekent dat ze een groot psychologische dreun krijgen. Dat werkt hun hele leven eigenlijk door. Dat ze dus, omdat ze zo snel weggehaald worden, ja, psychisch zijn ze al misvormd, om het maar zo te zeggen. Bovendien raken ze door het vroeger weghalen. Ze zijn dan nog niet gewend aan vast voedsel. Dan krijgen ze speendiarree, zoals het genoemd wordt. En dan krijgen ze weer antibiotica tegen. Die biggen, als ze weggehaald zijn bij de moeder, dan komen ze in een kaal hok. En daar blijven ze eigenlijk de rest van hun leven. Dus een hok van, nou, 6x4 of zoiets, of 5x5. En daar hebben ze niks te doen. Er wordt wel een ketting opgehangen als speelmateriaal. Maar dan zijn ze nou eigenlijk na 2 minuten eigenlijk al aan gewend. Dus dat verveelt ze al. En dan zitten ze dus 6 maanden te wachten tot ze volgroeid zijn. En dan gaan ze naar de slacht. Dus ze hebben eigenlijk een leven van niks. Varkens in nood ondernam een unieke aanpak om Nederlandse varkensboerderijen zover te krijgen te stoppen met mannelijke varkens te castreren. Een verschrikkelijke procedure zonder enige verdoving en die meer dan pijnlijk is voor de jongsten, zoals bewezen door hun kreten om genade wanneer hun testicles weggesneden worden. De groep spande een rechtszaak in tegen de Nederlandse supermarkten om hun te dwingen geen gecastreerde varkens meer te kopen. Het couperen van staarten heeft geen plaats in een beschaafde wereld. Toch is in intensieve veehouderijen deze barbaarse praktijk gemeengoed. Meester Baai legt meer uit. Het couperen van staarten gebeurt nog altijd. Dat is heel pijnlijk, met name omdat die staarten bevat heel veel gevoel. Ja, waarom gebeurt het? Je moet je voorstellen dat als varkens 6 maanden in een hok zitten, ze hebben niks te doen, dan is het enige bewegende materiaal is de staart van de buurman en daar gaan ze aan knagen. Het couperen van staarten is een teken dat het welzijn in het algemeen heel slecht is. Dus dat de omstandigheden heel slecht zijn. Meester Baai zegt ook dat een product van de gebrekkige voederpraktijken in de fabrieksboerderijen is dat sommige dieren permanent honger lijden wanneer ze ouder worden. Wat vrijwel niemand weet is dat er heel veel dieren in de vee-industrie hebben honger. Hoe komt dat? Varkens en kippen bijvoorbeeld, die groeien enorm snel, dus die zijn gefokt op een hele snelle groei. Het betekent ook dat ze enorme honger hebben. Dus ze willen eigenlijk altijd eten. En sommige dieren die worden gebruikt voor de productie, dus voor de nieuwe biggen en de nieuwe kippen, dus de nieuwe eieren, die hebben ook die honger. Maar als ze dan door blijven eten, als ze volwassen zijn, overlijden ze gewoon doordat ze te veel eten. En daarom worden ze op een heel streng rantsoen gezet. En dus die dieren die worden op een hongerrantsoen gezet en die hebben dus eigenlijk een hele leven lang honger. Of een hongergevoel. Of het echt honger is, dat weten de wetenschappers niet. Maar het hongergevoel is wel zo. En dan heb je het over 800.000 zeugen per jaar. En 7 miljoen kippen die dus altijd honger hebben. Het is de hoogstresserende, overbevolkte en geheel vuile omgeving op een varkensbedrijf dat heel geschikt is voor het ontstaan van nieuwe virusstammen en bacteriën. Antibiotica worden constant aan de varkens gegeven, ironisch genoeg, enkel om hen levend te houden tot ze geslacht worden.
Deze praktijk heeft gezorgd voor de ontwikkeling van nieuwe type supervirussen die antibiotica resistent zijn, zoals MRSA of methicilline resistent, Staphylococcus aureus, een pathogeen dat ieder jaar meer dan 18.000 Amerikanen doodt. In 2003 werd een nooit geziene stam van MRSA ontdekt in Nederland, genaamd NT-MRSA. Onderzoekers ontdekten de NT-MRSA-infecties bij mensen die gecentreerd waren rondom varkensbedrijven. Een studie in 2007, gepubliceerd in de opkomende besmettelijke ziektekrant, concludeerde dat meer dan 20% van de MRSA-gevallen in Nederland MT-MRSA-infecties afkomstig van varkens- en koeienbedrijven zijn. Of ze nu getransporteerd worden naar het slachthuis of naar andere landen, het is iets dat de immense vrees en angst teweeg brengt bij deze gevoelige wezens. Ongeveer 10.000 varkens worden elke dag getransporteerd in Nederland en de harde reis maakt hen vaak ziek. Het grootste probleem is dat die varkens die komen in een beperkte ruimte, namelijk een vrachtwagen, en dan moeten ze een nieuwe hiërarchie vestigen en dan krijgen we dus verschrikkelijke gevechten. Dus dat is echt het grootste probleem van de transporten en of een transport nou lang of kort duurt. Dat probleem is er heel vaak, ook temperatuur, dat het veel te heet wordt. Dus tegenwoordige varkens kunnen heel slecht tegen warmte. En eigenlijk boven de 20, 24 graden hebben ze al problemen. Nou, als ze dan naar Spanje gaan en het is dik 40 graden, ze krijgen vaak ook geen water aan boord. Ja, dan zijn er problemen. Wij zijn sinds 2006 bezig met die transporten, dat er sinds die tijd wel verbetering is. Maar er gebeuren nog altijd ernstige dingen. Dus net was er een transport met 400 dode varkens aan boord. Nou, dan moet je je voorstellen wat de omstandigheden waren. Meester Hans Baai en Varkens in Noodvrijwilligers. We danken jullie voor het streven naar de verbetering van het welzijn van varkens in Nederland. Jullie zorg en bezorgdheid voor onze vrienden de varkens reflecteert het goede hart van de Nederlandse mensen. Mogen we heel gauw in een wereld leven waar varkens en alle andere dieren behandeld worden als onze broeders en zusters. En dat de medemens verandert naar een liefdevol en vredig biologisch veganistisch dieet. Voor meer details over varkens in nood, bezoek alsjeblieft www.varkensinnood.nl. Dank u, gerespecteerde kijkers, om erbij te zijn vandaag bij Stop Dierenvreedheid. Verlichtend vermaak volgt vlak na opmerkelijk nieuws. Mogen de hemel onze planeet omhelzen met goddelijk licht. Thank you, respected viewers, for joining us today on Stop Animal Cruelty. Enlightenment Entertainment is next. After noteworthy news, may heaven embrace our planet with divine light. For more details, please visit www.suprememastertv.com/stop-animal-cruelty.